Hier ben ik 7 jaar geleden begonnen. Een klein winkeltje. 55 vierkante meter. Het was in 2009, dus dat is nu 7 jaar geleden. Nu zijn we hier. Dit is een, vroeger was het een meubelzaak. En wij zijn erin gegaan met onze lampen. Nou, kom verder. Nu zijn we nog steeds bezig midden in de verbouwing. De zoveelste eigenlijk alweer. Hier eerst verbouwd, toen de buren erbij genomen, toen het kantoor verbouwd, toen kleine aanpassingen en nu weer een grote verbouwing met het hele magazijn wat erachter zit. Dat hebben we erbij getrokken. En hier stonden, moet je je voorstellen, eigenlijk allemaal stellingen met allemaal doosjes erin en fittingen, alles wat we verkopen. Een tegelvloer met vlekken, een bakstenen muur, daar een gestukte muur. Het zag er niet uit. Maar dat is nu wel anders. Er wordt nog flink geklust aan het nieuwe deel van de winkel. De zoveelste verbouwing. Het gaat goed met de zaak. Mensen hebben altijd lampen nodig, dus het is heel erg sfeerbepalend voor een huis. Dus wat je doet, de juiste lamp adviseren, de juiste dingen, dat bepaalt gewoon hoe iemand vervolgens thuis zit. En dat is hartstikke leuk. En ja, mensen komen binnen met de gekste dingen, met de gekste vragen. Dan hebben ze een lampje in de hand en dan zeggen ze, ik zoek deze. En dan is het ontzettend leuk om als je die van de afstand al herkent, dat je zegt van, oh, dat is een B15 koelkastlampje. Ik noem maar even een zijstraat. En dan zitten die mensen te kijken van, ja, dat zal allemaal best. Waar heb je hem? Ja hoor, die hebben we. Zijn kennis delen over lampen vindt Dirk het leukst. Daarnaast worden er ook lampen gerepareerd. Opa Ampère is zo waar een begrip in de winkel. Je hebt ze buitenkant geschroefd en je hebt ze die dus helemaal compleet in een houtje zitten, wat alleen voor een bepaald merk gemaakt is. Dat mensen komen met bijvoorbeeld een schemerlamp waar die ongeval is, waar de fitting van afgebroken is, om maar een voorbeeld te noemen. Mensen met best wel exclusieve en dure lampen die het niet meer doen, maar waar ze wel enorm aan gehecht zijn. Met de vraag of we toch nog weer aan de praat kunnen krijgen. En lukt dat hier aan uw werktafel? Over het algemeen wel. Hier komt opa's reparatieservice. Die zit nu vaak op een klaptafel ergens midden in de winkel. Maar dit waren twee keukentjes. En wordt het één mooie gestelde werkplaats met oude gereedschappen en ambacht eigenlijk. Dat is het leuke eraan. Daar een bar waar je advies kan krijgen. We krijgen een zithoekje, een espresso-apparaat. Nou, in het midden. Of in het hartdeur of hartkamer? Okay. Wat zou je? Hartkamer. Oké, yep. Waar gaat het heen? Ik bedoel, best wel veel verbouwd. Je bent nu 7 jaar bezig. Ja. Over een paar jaar weer verbouwen? Of... Ja, of een tweede winkel erbij. Of misschien dat we de buren weg kunnen pesten of zo. Nee, we hebben hele leuke buren.